allemaal en welkom bij de eerste uitzending van TulipTV. Ik ben Renske Werner en ik woon ondertussen alweer 11 jaar in Vancouver. Heerlijk wonen hier, maar ook ik mis wel eens de echte typische Hollandse gezelligheid, de humor en de sterke verbondenheid die wij als Nederlanders toch wel voelen. En daarom is het zo leuk dat er nu TulipTV is. TulipTV gaat over originele, bijzondere en interessante Nederlanders en Vlamingen in Canada. De Nederlandstalige community is hartstikke actief hier en daar zijn wij apen trots op. En eigenlijk zijn wij ook wel heel erg trots op onze Nederlandse achtergrond. Ook geven wij graag tips door van de Nederlandse en Belgische ambassades. Kortom, wij geven het Canadese leven wat oranje kleur. In deze eerste aflevering draait het om Nederlandse powervrouwen die zich inzetten voor het goede of esthetische doel. Afgelopen 5 mei was het Princess Christina Concours op bezoek in Vancouver. 3 jonge en talentvolle muzici speelden de sterren van de hemel voor een Canadees-Nederlands publiek. Nederlanders zijn er nu in Nederland? Ik denk 17 miljoen, klopt dat ongeveer? Bijna. 16 en nog een beetje, ja. En Nederlanders in het buitenland, hoeveel, schat u, zijn er daar? Nou, wij hebben een behoorlijke, zoals dat heet, diaspora. Alleen in Canada al hebben we 1 miljoen Nederlanders. Althans, ik moet precies zijn, 1 miljoen mensen van Nederlandse afkomst. En u hebt dus een prachtig evenement georganiseerd, zoals vanavond, het Prinses Christina Concours. Daar profiteren dan alleen de Nederlanders in grote steden van, vermoed ik. Nou, het is niet alleen voor de Nederlanders, want als u goed om u heen kijkt, ziet u ook een heleboel Canadese mensen. Het is een samenstel. We hebben een paar dagen geleden Koninginnedag gevierd. Gisteren, zoals ik in mijn speechje net zei, was een wat droevige bijeenkomst. Dat was de 4 mei bijeenkomst, dat we de mensen herdenken. Vooral de Canadezen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid in Nederland. Vandaag is nogmaals een wat vrolijkere dag. Dan vieren we 5 mei dat wij bevrijd zijn, dat we onze vrijheid terug hebben gekregen. En dat is natuurlijk een mooie gelegenheid om zoals vanavond 3 fantastische jonge talentvolle, ik hoop dat u dat met me eens bent. Absoluut. Zeer talentvolle jonge muzici van het Prinses Christina Concours hier te hebben. En ik heb gehoord, Prinses Christina heeft ook een relatie met Canada. Ja, en dat geldt voor onze hele koninklijke familie. Prinses Christina is, zoals u waarschijnlijk weet, de zuster van onze koningin. De jongste koningin zuster, geloof ik. De jongste zuster. Een andere zuster overigens, dat is prinses Margriet, die is geboren hier in Canada, in Ottawa, tijdens de oorlog. Oh, dat wist ik niet. Dat is een nieuwtje voor mij. Geweldig. Ja. En prinses Christina heeft in Montreal ook gezang gestudeerd, geloof ik. Dat klopt, ja. Dat heeft u goed gehoord. Ja. Maar jammer dat ze er vanavond niet is, anders hadden we ze ook eens geïnterviewd. Zouden we dat heel graag gedaan hebben, maar het Prinses Christina Concours treedt wereldwijd op. Ik herinner me nog fantastische bijeenkomsten in Jakarta, in Athene. En dit zijn de dames die de Noord-Amerika-tour doen. Maar collega's van hen, ook hele jonge, talentvolle Nederlandse muzici, die treden elders op in de wereld. John voor mij en ik ben een kunstschilder uit Amsterdam. Ik ga 2 keer per jaar terug naar Nederland.
om mijn werk af te zetten bij de galeries. En het bevalt me uitstekend hier, dat heen en weer peddelen. Maar ik ben en blijf nog steeds Nederlander. Peter, waar kan ik jouw werk komen bekijken? Je kan het zien online op mijn website. Goed. Maar ik heb ook een galerie hier in Vancouver. Oh, waar is die? Het is de Elliot Lewis Gallery. En die zit op East First. Begrijp het, ja. En je kan mijn werk zien online als je mijn naam ingoogelt. Oké. Voor mij. En u bent ook leraar, docent hier aan de UBC? Ik heb heel lang lesgegeven aan de universiteit in Nederland en ook hier op UBC. Ja. En nu ben ik alleen maar aan het schilderen. Prachtig. En wat vond u van de avond, van de eerste helft tot nog toe? Geweldig. Het talent van die jonge mensen is adembenemend. Ja. Ik zei tegen Jaap Kudoot, onze consul, ik zei als Handel haar had kunnen horen zingen, had hij gezegd, zo hoort het. Ja. Wat een stem heeft ze, hè? Ja, geweldig. Ja, en ze zien er ook leuk uit, hè? Ja. Hebt u kleine tekeningetjes zitten maken of zo? Nee, maar ik kijk wel en ik observeer altijd. Ik observeer jou nu ook. Oh, dank u. Maar ja, en de cameraman heb ik goed bekeken. Dat ik vanavond hier met drie muzici mag staan die we net gezien hebben. Dames, jullie waren echt prachtig, geweldig. Ja, dank u. En als ik het goed begrepen heb, zijn jullie alle drie finalisten geweest en ook winnaars zelfs van het Prinses Christina concours. Is dat juist, Nikki? Ja, dat klopt. We hebben allemaal iets gewonnen in het concours in verschillende jaren. Ja. Jij hebt in 2004 al gewonnen en 2008, klopt dat? Ik heb 3 keer meegedaan. 2 keer solo en 1 keer met mijn pianotrio. Volgens mij was ik de eerste keer 12, de tweede keer 14 en de derde keer 16. Maar ik weet niet meer welke jaren dat waren. Dus jouw studiejaren zijn voor een heel groot deel bepaald geweest door dit concours dan? Ja, mijn middelbare schooljaren, want ik ben nog maar net 2 jaar bezig op het conservatorium. Mm-hmm. Maar ze geven heel veel kansen aan de jeugd. En daarom heb ik ook meegedaan voor concerten en dat soort dingen. Ja. En hebben jullie elkaar ook bij Prinses Christina dan leren kennen? Ja, dat klopt. We zijn bij elkaar gebracht voor deze reis naar Amerika. Maar daarvoor vooral Dido en ik kenden elkaar wel van school. We zitten bij elkaar op school. En Nikki zit in Den Haag op school. En nou ja, die conservatoria die werken erg nauw samen. We hadden elkaar nog niet ontmoet voordat we hier zouden gaan spelen. Ja, dus dat was een van mijn vraagjes. Jullie hebben nu zoveel stukken samen gedaan. Hoe lang hebben jullie geoefend, gerepeteerd voor dit concert? Nou, ik denk, ik werk natuurlijk alleen met Didel. En ik denk dat wij hebben elkaar ontmoet anderhalve maand geleden of zo. En toen zijn we voor het eerst gaan samenwerken, repeteren en... Ja, dat ging eigenlijk meteen heel goed. Dus... Ja, het klikte meteen, dus dat was wel positief. En jullie zien er zo mooi uit. Hebben jullie de jurken ook gesponsord gekregen? Of zelf gekocht of genaaid of gekozen? Nou, was het maar waar. Ja. Ja, was het maar waar. Nee, die hebben we toch zelf uit moeten kiezen. Ja, en zelf mogen betalen ook, of zijn ze gesponsord? Ja, zelf mogen betalen. Ja, ik hoop dat ze nog heel lang kunnen gebruikt worden. Ja. Zeg, en jullie zijn naar Los Angeles geweest en naar San Francisco. Nu zijn jullie in Vancouver vanavond en dan gaat het verder naar? Washington DC gaan we verder heen. Dat wordt waarschijnlijk ook erg leuk. En gaat president Obama komen kijken? Weet je daar iets van? Nee. Ik denk het niet, nee. Ik hoop van wel, maar ik denk het niet. Denk nee. het zal heel leuk zijn, maar waarschijnlijk heeft hij een te drukke agenda. Hij is ongelooflijk druk. En natuurlijk heeft dit vooral te maken met de Nederlandse groep mensen in elke stad. En de Netherlands American Foundation. Dus dat trekt natuurlijk heel veel Nederlanders. En het is altijd leuk als er ook echte Amerikanen komen kijken. Maar ja. Deze meisjes zijn zo jong en al zo goed. Heb je het concert dit jaar gemist? Geen nood.
Volgend jaar komt het Prinses Christina Concours weer op bezoek in Vancouver. Onze collega's van AbcoFilmCorp waren erbij toen Yvette Alberdingk Thijm een Rocky Award in ontvangst nam tijdens het Banff World Media Festival. Witness heeft als doel om videocamera's te verspreiden in probleemgebieden, zodat mensen daar zelf kunnen vastleggen hoe een armoede, een hongersnood of een oorlog hen treft. Een fantastisch initiatief met het slogan See it, film it, change it. Ik ben Katja, hallo. Hi. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Wij zijn hier bij de Rocky Awards en je hebt een Rocky gewonnen. Ja. Vertel eens wat dat is. Ja, nou, het is een award voor de, it says Award of Excellence in Media Campaigns for Social Good. En wat heb jij, gemaakt? Nou, ik ben de executive director van een mensenrechtenorganisatie. En wij helpen mensenrechten advocates om video te gebruiken, om hun verhalen te vertellen, om daarmee verandering te gebruiken. En zijn dat mensen vooral in wat wij vroeger derde wereldlanden noemden? Niet alleen, dat is juist wel heel leuk, want we werken in Afrika en we werken in Azië, maar we werken bijvoorbeeld ook nu heel veel in Amerika. In Amerika en ook in Canada? Ja. Nou, we hebben nog geen campagne in Canada, maar ik weet zeker dat het wel zou kunnen. Bijvoorbeeld iemand zei tegen mij, waarom werken jullie niet in Amerika? Toen zei ik, nou, als jullie het funden, willen we het graag doen. We hebben bijvoorbeeld nu net een campagne gedaan die gaat over oudere mensen in Amerika. Die lijden heel veel onder abuse. Dus het is heel mooi om ook te laten zien dat er ook problemen in Amerika zijn en niet alleen maar in Afrika. En ik ben Belgische, dus ik kan me voorstellen, wij hebben een heel groot interesse aan Congo en de Democratische Republiek Congo. Ben je daar ook actief? Ja, heel veel. De jongen die ons hoofd is, de program director voor Afrika en Middle East, is een Congolese human rights activist. Dus we hebben een campagne gedaan in Congo, waar we gewerkt hebben met kindsoldaten. En we hebben filmpjes gemaakt waar zij hun verhaal hebben verteld. En dat verhaal dat gaat over wat er met hun gebeurt als ze eenmaal in die militias zitten. En met die film hebben we twee dingen gedaan. We zijn naar de International Criminal Court gegaan en we hebben gezegd, er is een man heet Thomas Lubanga, die moet gearresteerd worden. In Den Haag dus? In Den Haag, ja. En we hebben dus echt gelobbyd en met video heb je een heel ander effect. Hè? Ja. Het is heel anders dan als wanneer er gewoon een document op iemands desk belandt. En dit is echt een heel persoonlijk verhaal. Dus er was een video en dan zag je een truck en dan zag je achterin jongens met guns in die militias. En dat je moet onder 15 zijn, want dan is het een war crime onder de International Criminal Court. En ze keek naar de video en zei, is this one under 15? Is this one under 15? Dus het was heel bijzonder. Maar het is dan in retrospect verteld, dus reenacted, of is dat in real time? Nee, die video's die waren precies wat er echt gebeurde in de Congo. En die video's hebben wij toen naar Den Haag gebracht, naar de International Criminal Court. Ja. Prachtig. Ja. En waar kunnen wij mensen, dus wij, dat zijn Nederlanders in Vancouver, in BC, in Canada, maar ook natuurlijk Nederlanders en Vlamingen thuis. Waar kunnen wij jouw filmen en jouw campagnes zien? Nou ja, ik denk het beste is altijd naar de website witness.org. Of onze Facebookpage als je kijkt naar Witness. En het is altijd heel fijn als mensen meedoen. We hebben een enorme community. We hebben de grootste Twitter-following van alle mensenrechtenorganisaties. We willen graag dat mensen ook hun opinie geven en kijken naar video's en vertellen ons wat je ervan vindt. Oké, dat zullen we doen. En jullie ook thuis. Ja. Dankjewel Yvette. Dankjewel. En nog een prettige avond. Ja, wordt leuk vanavond. Succes. Dankjewel. Dag. Een welverdiende en prestigieuze prijs voor Witness. En zoals Yvette zelf al zei, je kunt ze ook volgen op Facebook en Twitter. Zeker de moeite waard om eens op te zoeken.
Over nu naar de medische wereld en dokter Clara van Karnebeek. Zij was op bezoek in Vancouver om te spreken over haar nieuwe onderzoek over ontwikkelingsstoornissen bij baby's en kinderen, genaamd Tide BC. Here you see a two-year-old boy who was seen in Children's Hospital with severe developmental delay and a Parkinson's disease-like picture. The appropriate tests were done and he was diagnosed with a neurotransmitter disease. Given one medication, and as you now see, he starts developing normally. He catches up and all problems resolve. Dr. van Karnebeek, how did you start with researching on intellectual disability? Ik ben ermee begonnen toen ik mijn promotieonderzoek deed in Amsterdam. Toen was ik eigenlijk net klaar met de opleiding tot arts. En via kwam ik toen iemand tegen, een geneticus, die dat onderzoek leidde. En waarom het mij zo interessant leek, is omdat we zo weinig weten van hoe het menselijk brein werkt. Hoe kinderen zich nou ontwikkelen van baby's die eigenlijk niks kunnen behalve drinken, tot volwassenen die kunnen lopen en praten en naar universiteiten kunnen gaan. Als daar nou iets mis in gaat, leidt dat tot verstandelijke handicap. En dat is een veel voorkomend probleem. 3% van de bevolking leidt aan verstandelijke handicap. En dat feit alleen al maakt het een belangrijk probleem, ook omdat het veel kosten met zich meedraagt. Dus er waren wat interessante aspecten. Dat gecombineerd met de genetica, DNA-werk, wat mij zeer aanspreekt, was de aanleiding voor mij om onderzoek te gaan doen naar verstandelijke handicaps, omdat ik sterk het idee heb dat de uitkomst en de kwaliteit van leven van deze groep verbeterd moet worden. And now parents, how do parents find out that that there is a disability with their children? I mean, by the different types of movements or how do you find it out? Dat is een hele goede vraag. Het is als ouders voor het eerst een kind hebben, het eerste kind, is dat vaak moeilijk, want ze kunnen geen vergelijking trekken met anderen. Daarom spelen consultatiebureaus en huisartsen daar een belangrijke rol in. Want het staat ongeveer wel vast wanneer een kind welke ontwikkeling moet tonen. Dus bijvoorbeeld op de leeftijd van 6 maanden zou een kind alleen zelfstandig moeten kunnen zitten en het hoofd ophouden. Hetzelfde met lopen, dat is dan ongeveer 1 jaar later. En zo heb je allemaal wat we noemen mijlpalen in de ontwikkeling. En als die achterlopen, dan kan het nog steeds een variatie van normaal zijn. Bijvoorbeeld Jantje is heel snel, was heel snel met praten, maar liep niet totdat hij 2 jaar oud was. Het past nog allemaal binnen het normale spectrum. Maar op een gegeven moment, als er meerdere gebieden aangetast zijn of waarbij het kind dus laat zien dat er een achterstand is, dan spreek je van intellectual disability of zoals we dat in Nederlands noemen ontwikkelingsstoornis. Het heeft altijd bestaan, maar het is nooit in de aandacht geweest door, laten we zeggen, schaamte van ouders, niet accepteren van de omgeving, van de maatschappij, dat deze mensen er ook zijn die niet kunnen bijdragen in de zin van werk kunnen vinden of zelf kinderen kunnen hebben of opvoeden. Dus deze mensen werden en nog steeds worden een beetje in het verdomhoekje geplaatst. En dat naar mijn idee moet sowieso veranderen omdat het ook mensen zijn. En ons streven met dit onderzoek is om niet dat alleen voor elkaar te krijgen, maar te zorgen ervoor dat we vroeg op het spoor komen van een oorzaak, een ziekte die eventueel behandelbaar is, waardoor we de intellectual disability, de verstandelijke handicap, kunnen minimaliseren, verbeteren de uitkomst of zelfs het überhaupt kunnen voorkomen. Tide, T-I-D-E, what does it exactly mean? Het staat voor treatable intellectual disability endeavor in BC, dus we noemen het inderdaad Tide BC. En het is opgericht door mijzelf en door Sylvia Stockler, die professor is hier in Children's Hospital. En we hebben het eigenlijk opgericht op basis van het onderzoek wat we eerder gedaan hebben. Toen bedacht van we moeten deze boodschap dat er behandelbare oorzaken zijn waar artsen ook echt goed naar moeten uitkijken bij deze kinderen. Die boodschap moeten we gaan verspreiden, want dat kan tot gevolg
hebben dat we 5% van deze gigantische groep in de wereld kunnen helpen. Hoe gaan we dat doen? Dat kunnen we alleen maar doen door een echt onderzoeks- en zorgproject te creëren. En toen kwam dus de naam en het hele project, wat uit eigenlijk een soort van 7 takken bestaat. En een groot samenwerkingsverband waar meer dan 70 mensen aan meewerken. Niet alleen in British Columbia, maar in Amerika, in Europa, in Israël, noem het allemaal maar op. En toen hebben we zeg maar dit project opgericht met het doel om geld binnen te halen, onderzoeksgeld, om het echt uit te kunnen voeren. En daar hebben we hard ons best voor gedaan en dat is gelukt. Dus we hebben nu een mooi bedrag binnen. Dit is een mooi begin, maar als we het echt willen uitvoeren in de zin van dat kinderen over de hele wereld hier profijt van kunnen hebben, dan hebben we natuurlijk meer fondsen nodig. Maar moeten we ook eerst laten zien dat we met dit geld ook dat kunnen bereiken wat we beloofd hebben. For our viewers, www.tidebc.org. Yes. That's where you get all the information from. Ja, daar staat alle informatie over het project. En het is nu veel informatie vooral gericht op decision makers, health policy mensen en op artsen zeg maar gericht. Waar we nu mee bezig zijn is ook een hele website creëren met wat ik het belangrijkste vind. En dat is behapbare informatie voor ouders met antwoorden op vragen zoals jij die net stelde. Zodat ouders een idee krijgen van wat we nu weten, waar de kennis staat, wat nog alleen maar onderzoek is en wat de toekomst hopelijk biedt. Zonder ze te misleiden. Dus we willen ook graag gebruik maken van alle sociale media om feedback te krijgen van ouders en specialisten. Zijn we wel op het goede pad? Dus ik denk dat de wederzijdse communicatie het belangrijkste onderdeel zou zijn van het wel slagen. Now, the main sponsor of this whole program is not the wash detergent company, Tide. Nee, dat moeten we misschien wel eens aan gaan denken. Want wie weet zijn ze geïnteresseerd met hun wow power. Maar het is de BC Children's Hospital Foundation. Dus dat is hier in British Columbia een grote stichting die heel actief is met geld ophalen. Uit allerlei bronnen, natuurlijk veel van personen versus de universiteit zelf en natuurlijk bedrijven, om dat weer uit te geven aan onder andere onderzoek en het bouwen van het ziekenhuis, noem het maar op. Maar dit is de eerste keer dat zo'n groot bedrag van $2,5 miljoen gegeven is aan een project. Dus wij zijn het eerste collaborative area of innovation. Dus dat is natuurlijk spannend en daar zijn we ook trots op. Dus ja, we gaan ervoor. Excellent. So you received also an award, right? Ja, het is inderdaad een mooie erkenning en dat is natuurlijk een heel goed begin. Yeah, it's perfect. Ja. Yeah. So thank you very much, doctor. And heel graag gedaan. Lots of success with your program and hopefully we see each other soon again. Ik hoop het wel. Interessant zeg. Vooral voor jonge ouders, waaronder ik zelf toevallig ook behoor. Voor meer informatie kun je de website nog bezoeken. TideBC.org. Tot slot bezoeken we de Vancouver Fashion Week en maken we kennis met Pauline van Dongen, een upcoming designer uit Arnhem. Zij mocht dit jaar de Vancouver Fashion Week afsluiten met haar oogverblindende futuristische show Stereopsis. Zij nam trouwens ook het design van de schoenencollectie voor haar rekening voor deze show. This is a real success. You did the last show of this Vancouver Fashion Week show. Yeah. How do you feel? Het is allemaal echt super spannend en ik ben echt overweldigd door de hoeveelheid pers en aandacht die ik hier krijg. En ik vond het een geweldige plek om te showen hier in Vancouver. Is this your first time in Vancouver actually? Yeah, it is. Yeah, zeker. And how did you get in touch with all the models? Were they kind of, did you choose them yourself or how did it work? De organisatie had een grote selectie modellen en daar heb ik zelf een keuze uit kunnen maken wat de types die het beste bij het plaatje passen en die bij mijn collectie de juiste uitstraling hebben en die de kleding goed passen. Yeah.
That's very cool. And now, do you actually focus more on the clothing or on the shoes? Because I was not exactly sure if you're more a designer for shoes or for clothing. For dresses. Which beide. Are beautiful. Beide. Ik ben begonnen met kleding en tijdens mijn master in Nederland heb ik een schoenencursus mogen volgen. En dat vond ik zo geweldig. Het was echt een soort van eye-opener. Schoenen hebben een heel ander rigide aspect. En daar kan ik echt heel veel van mijn vormtaal in kwijt. Dus daarom ben ik gewoon doorgegaan met zowel kleding als schoenen. Do you have a very specific idea where you got all this futuristic look from? I mean, are you kind of a futuristic person yourself? Ja, ik vind het altijd heel interessant om te kijken naar nieuwe ontwikkelingen. En ik hou heel erg van experimenteren met nieuwe materialen en nieuwe technieken. Een deel van de schoenen zijn driedimensionaal geprint. En dat is een hele nieuwe innovatieve techniek. En ik denk echt de techniek van de toekomst. En ik vind het leuk om daarmee aan de slag te gaan en ook bepaalde materialen te onderzoeken die niet gebruikelijk zijn in kleding en te kijken wat ik daarmee kan. Dat vind ik het echt het leuke eraan. Ja. Ik ben net deze week geïntroduceerd bij de Nederlandse Kansel. Mm-hmm. Eigenlijk via Tom Corbett, die hier deels de show organiseert. Dus ja, dat was ontzettend leuk. En op dit moment hebben ze het niet mogelijk gemaakt dat ik nu hier naartoe kwam. Dat was meer Jamal's initiatief, mm-hmm. waar ik heel blij mee ben natuurlijk. Maar misschien in de toekomst, als ik hier vaker wil showen, dan ja, zou het natuurlijk leuk zijn als ik gewoon in de support kan krijgen. Jamie. Ja. Jamal did a great job anyway, really. So, when do you go back to the Netherlands? Morgen alweer. Wow. Heel kort bezoek, maar so quite tight, yeah? Yeah. All right, great. Ondertussen ben ik alweer bezig met een nieuwe collectie, dus ik moet alweer terug, ja. Yeah. Awesome. So, lots of success and hopefully we see you soon again in Vancouver. Ja, dat hoop ik ook. Ja, heel graag. Thank you. Dankjewel. Voor meer informatie over TulipTV en onze items kun je onze website en onze Facebookpagina bezoeken. Heb je vragen, ideeën, tips of heb je interesse om dit programma te sponsoren? Laat dan ook van je horen. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!